andere kant op gaan. Oké. Okay. Goedendag. Goedendag. Jullie zijn van binnen van plan dit te gaan kraken? Is gekraakt. Wie is de woordvoerder? Ik blijf maar even praten, maar ik denk dat het handig is om met de chef van dienst te praten. Die is onderweg. Oké, okay, dat is fijn. Ja? Ja. Ik ga het ook graag aan u vertellen. Ja, prima. Maar de chef die is er met twee. Ik wil dat nog niet. Ja, hallo. Ja. Okay. Ja, jongens, even lachen! Ja, dat is het. Hé, hallo. Nee, je mag zelf vertellen. Oh, je weet het niet? Nee, ik heb dat niet opgepakt. Nee? Hoeveel zijn jullie? Ja, hoeveel zijn jullie? Ah, tel maar! Jullie weten het niet? Weet het niet, nee. Wat? Dit is het wel meer. Ja, je mag even meelopen. We hebben hier. Zou je toch maar even. Zou je toch, ja, heb ik, maar wil je hem even met hem praten? Ja, ik zal met je praten. Kom. Nee, we gaan hier praten met z'n allen. Je gaat even daar praten, anders maken we geen afspraak. Nee, we gaan gewoon even hier. Ik ga niet met al die mensen praten. Nee, we doen gewoon hier. We kunnen daar best wel afspraken maken over de camera. We gaan achter die bus, maar je loopt even een stukje. Nee, ik ga niet met jullie achter die bus lopen, want dat vond ik gewoon niet zo. Dan gaan we gelijk naar binnen, is ook goed. Nee, dat gaat ook niet lukken. Dat gaat ook niet lukken. Nee, we moeten kijken of het leegstand is of niet. Dat is toch het normale proces? Nee, dat is helaas niet meer. We kunnen, nee, helaas nou, niet meer. Nou, verleg maar uit. Ja, dan beginnen we het gesprek ermee, zeg maar. Eerst of al, we hebben hier het pand hebben gekraakt, zeg maar. Dat staat al 1,5 jaar 2010 staat het leeg. We hebben bewijs ervan dat het nog 2013 leeg gaat staan. Wat zien. Ja, wat zien. Mooi. We hebben ook op dit moment, omdat we toch wel verwacht hebben dat jullie een beetje op die manier komen, hebben we met onze advocaat alvast een conceptdagvaarding opgesteld. Die gaat op dit moment. Voor jezelf? Nee, dat gaat op dit moment naar de OVJ. Nou, wacht even. Eerst even. Die hadden we ook meegenomen, zeg maar. Jullie beleidsregels, wil je die even hebben? Luister nu misschien met de advocaat wil praten. Ik kan maar één meneer tegelijk heel hard zo. De advocaat. Ja, ik geef het zo. Hou maar het vast. Ja. Die verdient het. Nou, hier is het bewijs. Die gaan zeg maar van en meer zelf. Dat zijn e-mailtjes die geschreven zijn dat het op 2013 leeg gaat staan. Ik ben gevraagd om hierbij te zijn. Hier is al stil. Om toe te kijken. Ik ben raadslid van het stadsdeel. Ja, door wie bent u gevraagd? Door de krakers. En vooral ook. Om te zorgen dat het allemaal gewoon in redelijkheid is. Nu kijken wat is of het inderdaad wettelijk is. Maar wacht, als het niet zo is, dan Ja, maar goed, het pand staat 1,5 jaar leeg. Het is zogenaamd bouwvallig. En we gaan nou wachten wat er zijn nog helemaal geen plannen mee. Dus op zich staan er hier wel af. En hij is er vooral mee hier om te gaan kijken dat die beleidsregels absoluut niet dus vandaar ook dat ik niet in die zin hier ben, maar gewoon om inderdaad te kijken wat er gebeurt. Zijn we te veel gaan? Ja, ik dacht het wel. Nee, want het is gewoon wettelijk zo, zeg maar, dat wij onze huisvrede niet hebben. En dat mogen jullie wel ontruimen, maar er moet wel eerst even rechts oordelen. Ik zeg niet dat ik al ga ontruimen. Nou ja, het leek er bijna een beetje op. En die hele politiemacht is er waarschijnlijk niet voor niks hier, denk ik. Hè? Nou.
Als het nog maar zelden gebeurt, dat we gelijk gaan ontruimen. Tenzij iemand dat is spreeuwen, dat is zijn huis. Ja, volgens mij hoorde dat niet het geval. En die advocaat is nog steeds te wachten. Ja, maar wat wil je van mij? Ik weet het niet. Ja, hoe is hij hier weggegaan? Nou, dan doen we het zo meteen nog. Ik ga even weg. Ja? Meneer de draad. Goeiedag. Leuk, rustige aanhoudingscel waar ons niemand stoort. Ja, dat is het. Het gebeurt even. Het is Ja. Welke verdiening ga je erdoor maken? Eerst de begane grond erdoor. Begane grond? Ja. Ja. Oh. Ik wil even kijken bij de deur. Stop met geweld!